Tot grote teleurstelling van GroenLinks heeft het stadsbestuur besloten om de geplande autoloze zondag niet door te laten gaan. De reden hiervoor is volgens burgemeester en wethouders dat het te veel geld zou gaan kosten. In totaal zou deze dag de stad 300.000 euro kosten. Daarnaast was er ook te weinig tijd om alles in goede banen te leiden. Als alternatief komen er 2 gratis openbaar vervoerdagen. GroenLinks hoorde het slechte nieuws erg laat. Dat vinden wij heel teleurstellend en ik ben er eigenlijk ook boos over. Want we hadden begin dit jaar afgesproken om het dit jaar groots aan te pakken, de autoloze zondag in Groningen. Ja, want welke plannen had GroenLinks? Nou, we hadden zelf, dat was de gehele gemeenteraad, die stond erachter om dit jaar echt een behoorlijk wat straten af te sluiten voor autoverkeer. Zodat je echt wat andere evenementen zou kunnen organiseren en de autoloze zondag echt een keer goed zou kunnen vieren in Groningen. GroenLinks vindt de autoloze zondag erg belangrijk om mensen bewust te maken van de alternatieven zoals de fiets en de bus. Zij zien het afblazen door BMW dan ook als een gemiste kans. Het is gewoon belangrijk om 1 dag per jaar stil te staan bij de negatieve effecten van het autoverkeer. Milieuvervuiling, fijn stof en dergelijke. En ook verkeersveiligheid. En om op die dag ook alternatieven voor de auto te promoten. Laten zien van, nou jongens, laat eens 1 dag per jaar de auto staan en kijk eens of er andere goede alternatieven zijn voor de auto. De fiets, openbaar vervoer, lopen. Het is allemaal best mogelijk. De partij is wel tevreden over de geplande gratis openbaar vervoerdagen. Iedereen kan in het weekend van 20 en 21 september gratis met de bus. Op zich staan we daar wel achter. Het is ook meer dan we verwacht hadden op grond van de brief die we begin juli gekregen hadden. En GroenLinks is ook wel voorstander van gratis openbaar vervoer, in elk geval voor doelgroepen. Dus we vinden het gewoon wel positief dat er in elk geval toch iets goeds gebeurt op die dag. GroenLinks hoopt dat er volgend jaar wel een autoloze zondag wordt georganiseerd.